Afgelopen vrijdag vierde Marjan, bekend van BNB Vol Liefde, haar zeventigste verjaardag in stijl. De festiviteiten werden extra bijzonder gemaakt door de aanwezigheid van een speciale gast, haar nieuwe liefde, Ronald. Shownieuws kreeg de eer om langs te komen en kreeg de primeur om Ronald aan het publiek voor te stellen. Na een turbulente periode lijkt Marjan nu weer volop te stralen. Het mooiste cadeautje staat daar, zegt verslaggever Tom. Ja, dat is Ronald. Bevestigt Marian met een glimlach. Op de vraag of hij haar nieuwe liefde is, antwoordt Ronald lachend, nog een paar stappen en dan ben ik er. Hij deelt ook zijn gedachten toen hij Marian op televisie zag. Ik dacht, dit is het complete plaatje, daar ga ik voor. Opmerkelijk genoeg is Ronald niet zomaar iemand, hij is een zanger die zelfs op het feestje van Marian optreedt. De liefde tussen hen spat er duidelijk vanaf en het gesprek wordt liefdevol afgesloten met een zoom. Naast Ronald had Marian ook drie mannen uitgenodigd die eerder meededen aan BB Vol Liefde, Jan, Olaf en Tom. Ze benadrukken dat ondanks eventuele romantische ontwikkelingen, hun vriendschap met Marian altijd zal blijven bestaan. Tom zegt, wij blijven altijd wel vrienden, hoor. Olaf voegt toe, ja, geweldig dat zij ons uitgenodigd heeft, op haar verjaardag. Jan maakt het feest compleet met een prachtige bos bloemen voor Marian. De komst van Ronald als haar nieuwe liefde lijkt perfect getimed. Afgelopen zomer deelde Marian nog haar angstige ervaringen, waarin ze beweerde dat ze door een oud medewerkster was opgelicht voor 120.000 euro en zelfs doodsbedreigingen ontving. Gevoelens van onveiligheid in haar villa in Portugal dwongen haar tijdelijk terug te keren naar haar huis in Nederland. Nu lijkt de liefde met Ronald een nieuw hoofdstuk te markeren na een uitdagende periode in het leven van Marian.